We gaan vandaag een eclair in kerst maken. Een vliegpatroon dat eigenlijk overal ter wereld wel doet. En je kan hem ook heel makkelijk in verschillende kleuren maken om net een beetje de hatch te matchen. En we gaan gebruik maken van hertenhaar en een hekkel. Maar dit zorgt voor heel veel drijfvermogen. Dat willen we juist ook in dit patroon, want we vissen hem graag op snelstromend water. En dan heb je dat ook echt wel nodig. Kan je hem ook heel mooi als een dropper vissen, dat je er nog een nymfje onder vist. Je kan eigenlijk alle kanten op met dit patroon. Je kan hem verschillende haakmaten maken. Dus laten we beginnen. We beginnen met de haak. In dit geval gebruik ik de 112 TR. Een mooie stevige haak met een hele ruime bocht. Komt omdat we best wel grove materialen gebruiken, dan is het fijn om een mooie wijde haakbocht te hebben. We beginnen met het opzetten van het binddraad. Gebruik je binddraad een beetje in dezelfde kleur als dat je hier kerris wil maken. In dit geval een beetje een bruinige kleur. En gebruik een iets sterker binddraad. In dit geval gebruik ik een UTC 140, omdat we zometeen met het hertenhaar gaan werken, moeten we een beetje doorsnijden zodat hij mooi gaat uitstaan. Dan hebben we wel een iets sterker binddraadje nodig. Binden de binddraad mooi tot aan de haakbocht. Dan gaan we nu beginnen met het ijzakje. In dit geval daarvoor gebruiken we nu een groene seals fur. Boots nou dat als deze kerris zijn eitjes gaat leggen, dan krijgt hij achter een beetje een groen ijzakje. En dat is ook heel makkelijk voor de vis om zich op te richten. En die ga je even op je draad dubben. Het mag allemaal best wat grover. Dit patroon vind ik zelf graag best wel grof. Het hoeft niet altijd netjes. Het zorgt voor heel veel profiel. En dat is eigenlijk waar het om draait. Dat hij een mooi groot silhouet op het water krijgt. Makkelijk te herkennen is voor de vis. Even een flink bolletje. Doe hem best grof over elkaar heen. Dan zie je dat we hier een mooie flinke dubbingbol hebben. Het eind gaan we die straks nog even uitkammen en een beetje bijknippen. Klein beetje bindlak. Gaan we nu beginnen met de vleugel. De vleugel gaan we maken van hertenhaar. Dus zoals de rest van de body ook. Voor de vleugel willen we een mooie die tapse puntjes van het hertenhaar. Zoals je hier ziet, mooie bruine natuurlijke kleur. Pak je even een mooi plukje. Hier een mooie pluk hertenhaar. En die doen we even in de stekker. Nou, om de punten mooi uit te lijnen voor de vleugel, dat de puntjes allemaal dezelfde kant op staan. Ga je hem even mooi tikken. Tikken we mooi al die puntjes naar beneden. En weer mooi het vleugeltje. Knip vast een klein beetje weg. Dan laat nog genoeg zitten. Die hebben we zo nog nodig voor de body. Gaan we nu de vleugel even uitmeten. Ik wil hem net iets over de ijszakje heen hebben zitten, maar niet te veel. Pak hem even tussen duim en wijsvinger. Pak ik hem altijd even over tussen mijn andere duim en wijsvinger. Maak je even een slag winddraad eromheen. En dan nog één en dan kan je rustig aan de druk gaan zetten. En er even een druppeltje lak op. Mooi ertussen. Dan zal die zo minder weg gaan rollen. Trekken we nu de punten aan de achterkant even wat naar beneden. En dan gaan we nu beginnen met de body zo meteen. Om het zo meteen wat minder knippen te maken, ga ik nu vast even een beetje de grof bepalen hoe lang we willen hebben. Deze punten moeten iets onder de puntjes komen. De mooie tapse punten. Weer alvast grofweg wat weggeknipt. Pak ik nu even een hairpackertje. Heel makkelijk toeltje om het hertenhaar mooi naar achter te duwen. Omdat is wat we willen, dat hij heel compact wordt, die body. Dat dik. Dan zal hij mooi drijven. Duw het mooi naar achter. Kan hem er even overheen zetten. Weer een druppeltje bindlakwas erop.
pakken we nu de volgende plukhert daar. In dit geval hoeven we hem niet te gaan stekken. En deze gaan we gebruiken voor de body, die we straks weer helemaal gaan knippen. Nou, in dit geval kan je gewoon even een beetje uitmeten hoe lang je het wil hebben. Net iets, net zo lang ongeveer. Volgen. Knip je de punten weg. Leg je mooi op de haaksteel. En dan pakken we weer even 1, 2, 3 slagen eromheen. En dan zie je dat hij er mooi in rolt. En dan begin je rustig aan de druk verder te zetten. En dan mooi even met het vindraad er doorheen. Nou, ook hier gaan we weer even goed aanduwen. Het haar mooi compact. Ja, ik knip hier ook vast even ruwweg wat van de bovenkant weg. Nou, dan gaan we nu nog één keer een beetje hertenhaar pakken. In dit geval een iets kleiner plukje. Ook hier weer knippen we de punten weg. In dit geval maken we hem weer een stapje kleiner. Een stapje korter dan dat we net deden. Leg hem weer even op de haaksteel. Ook weer een paar slagen binddraad eromheen. En dan trekken we hem mooi in positie. Even goed aanduwen. En dan duwen we het ook eens mooi naar achter. En dan laten we nog een klein stukje vrij van de haaksteel om zometeen een hekeltje te kunnen bevestigen. Nou, dan gaan we hem nou even mooi in model knippen. En je ziet hier dat je hem, we willen heel graag dat die body achterin heel compact loopt. En dan gaan we hem mooi zo in een flauwe hoek naar boven wegknippen. Nou, dit zorgt voor een beetje de natuurlijke vorm van zo'n caddis, zo'n schietmot. Begin loop vast even ruw weg. Een beetje schaar in een hoek. Vast naar boven te knippen. En dan kunnen we hem steeds dichter op het hertaar knippen we rustig aan naar boven toe. Dan zorgen we ervoor dat we mooi uiteinde die tapse puntjes hebben. Nou, ga ik nu vast even beginnen aan de onderkant. Nou, de onderkant is het heel makkelijk. Knip hem gewoon helemaal tot aan de haaksteel weg. Dat die mooi kan landen. Zal ik de positie op het water verbeteren. Nou, dat hertenhaar dat is hol van binnen. En het mooie daarin is dat dat zorgt voor heel veel drijfvermogen. Zodat we dus, zoals zei, deze vis op snel stromend water kunnen vissen. Je kan natuurlijk ook heel goed op stilstaand water vissen. Zeker als je bijvoorbeeld een dry dropper methode vist. Dus dat je een klein nimfje eronder aan wil vissen. Nou, dat kan allemaal met dit patroon. Dan hebben we nu alleen nog de zijkanten en die gaan we ook weer schuin mee wegknippen. Eerst weer even grof. Je kan dit natuurlijk ook heel mooi met een scheermesje doen. Het is maar net welke tools je voor handen hebt. En nog even de puntjes wegtrimmen. En dan hebben we hier mooi een stevige hertenharen body. Dan gaan we het binddraad even mooi naar achter. En dan gaan we mooi nog even een hekkeltje gebruiken. Waar ik in dit geval een wat grovere hekkel. Het is ook een wat grotere haakmaat dit. Je mag best de hekkel. Je kan hem even sizen dat hij ongeveer tot aan de haakpunt komt. Trek mooi de fibers naar achter. En dan binden we hem even in. Dan pak je hekel eventjes. Trek hem even een beetje naar achter. Een paar slagen. Dan zit hij extra vast. Dan knippen we de puntjes even weg.
Pak er even een druppeltje bindlak. Een hekkel mooi fixeren. En zo mooi in die hekkel trekken. Waardoor die extra duurzaam wordt. Dan gaan we hem nu mooi naar de haakoog toe hekkelen. Zo, binden we hem af. Voordat ik de hekkel afknip, maak ik even een half hitch. Zit die ook extra goed vast. Zo. Dan kan je nu het hekkeltje wegknippen. Pak nog even de whip finisher. Om even goed af te binden. Dan gaan we mooi nog even de onderkant nog even een klein beetje de dubbing even opruwen. Even mooi met je velcro eroverheen. Knip hem mooi nog even een beetje plat. Dan hebben we hier mooi dat groene ijszakje, extra triggerpointje. Nou, en dat is hem dan, onze Eclé in Keddes. Ik zou zeggen heel veel plezier met het binden van dit patroon en natuurlijk het vissen ervan.